dag van het deeltijds kunstonderwijs. De gelegenheid bij uitstek om Kunstacademie Ter Beuk in Lokeren beter te leren kennen. En zo denken ook honderden ouders en kinderen. Wat schuilt er achter deze muren en wat zijn de mogelijkheden? De komende weken nemen we je mee in een wereld waar creatief talent zich ten volle kan ontplooien. Vandaag maken we kennis met Ewout, een 18-jarige muzikale duizendpoot met grote ambities. En we kijken naar het bruisende leven van leerkracht Tony naast de muziekacademie. Het is de eerste week van juni. De laatste maand van het schooljaar is aangebroken. Sommige klassen in de academie hebben hun examens al achter de rug en komen voor de laatste keer samen. Goedenavond. Dat is ook het geval bij het jazz-ensemble van leerling Ewout van Eetvelde. Onder begeleiding van leerkracht Nico speelt de ensemble enkele nummers uit het repertoire van afgelopen jaar. 1, 2, 3, 4. Ewout speelt al enkele jaren elektrische gitaar. Hij laat dan ook het beste van zichzelf horen. Ja, Ewout is een creatief iemand. Is iemand met veel potentieel, heel intuïtief en muzikaal van natuur. Naast het jazz-ensemble volgt Ewout ook nog jazz-piano en elektrische gitaar aan de muziekacademie. Daarboven volgt hij ook een specialisatiejaar muziek aan de kunstencampus MUDA in Gent-Evergem. Dat Ewout iets wil doen met zijn passie, dat is al lang duidelijk. De afgelopen 2 jaar is hij dan, had hij echt het plan om muziek voor te willen gaan studeren. En dan is hij echt beginnen werken en heeft hij echt een hele weg afgelegd. Is hij heel hard vooruit gegaan. Maar ja, dat is ieder voor zich, dat zijn kilometers lopen, dat is werk dat je thuis moet verrichten. Oké. Dat is goed. Salutjes aan de week, salut. Dag. En ook thuis is Ewout dag in dag uit met muziek bezig. Het begon allemaal 9 jaar geleden met klassieke gitaar. Goh, dat was in... vierde, vijfde leerjaar, denk ik. Ik was op een zonnige middag zo naar huis aan het fietsen van school. En er passeerde iemand van mijn klas, die deed zo het raam open van zijn auto. Ja, hij komt deze middag toch ook naar de muziekschool. Ik dacht zo van, muziekschool? Ik kom zo thuis, ik vraag dat zo aan mijn moeder. Zit ik op de muziekschool? Ah ja, ik heb ingeschreven op de muziekschool. Je hebt vanavond les. Oké, ça va, ça va. Ja, ik kan me dat eigenlijk eerlijk gezegd niet meer herinneren. Maar ik weet wel dat ik heel belangrijk vind om al mijn 3 kinderen een zo breed mogelijke opvoeding te geven. Dus van zodra ze konden, heb ik hen ingeschreven in de muziekschool. Dus dan heb ik dat maar gedaan. Ik heb een jaar klassieke gitaar aan gedaan, maar ik was kotsbeu. Ik kon er echt niks van. Dan wou ik ermee stoppen en het jaar daarna had mijn moeder... mij weer ingeschreven, wat ik ook niet zo tof vond, maar oké, ik heb het dan weer verder gedaan en ik ben er nu super blij mee. Ik ben haar super dankbaar dat ze dat heeft gedaan uiteindelijk, want anders zou ik hier nu niet zitten met al die instrumenten en met mijn muziek, dus. Ewout heeft intussen heel wat instrumenten staan bij hem thuis en verlegt zo vaak zijn grenzen. Het is altijd cool als je bijvoorbeeld op een jam zit of zo, dat je een keer van een instrument kunnen verwisselen, dat je gewoon alles kunt spelen. Dat je niet moet beperken tot 1 instrument. De trompet heb ik ook vorige week of zo gekocht via tweedehands.be. Maar ik kan er nog niet echt zo'n klank uit halen. Dus, voor de rest. Het is wel onder het stof. Ook zonder instrument voor zijn computer is Ewout met muziek bezig. Het is dus weinig stil in het huis en heel weinig stil in zijn hoofd. Ik heb vaak het gevoel dat boven in zijn hoofd de muzieknoten aan het dansen zijn en combinaties aan het zoeken zijn.
En af en toe heeft hij dan ook nood om zich terug te trekken. En dan achteraf hoor ik dan, ja, ik heb weer een nieuw nummer op papier gezet. En dan is zoon lief weer gelukkig en moeder dus ook. Hè. Zo gaat dat. En om terug te trekken heeft Ewout de ideale plaats in de tuin. Een verborgen plaats wel te verstaan. Het lijkt op een tuinhuis, maar dat is het niet. Samen met zijn broer heeft Ewout al enkele jaren de ideale plaats om zich af te sluiten van de buitenwereld. We zitten nu in de chalet, dat is ons repetitiekot in ons tuin. Waar ik met mijn broer en met mijn band en vrienden of zo muziek spelen, muziek maak. Ik ben hier al 4 jaar mee bezig. Dat is eigenlijk meer een projectje dit hier. Ik ben hier al 4 jaar mee bezig met alles hier in te richten, zoveel mogelijk grieven te steken. Ik kan hier soms uren, dagen, eeuwen, oneindigheden zitten, dus dat is mijn plekje wel. Bijna voortdurend bezig zijn met muziek. Het is een droom van velen, maar het is realiteit voor Ewout. En datzelfde geldt ook voor veel leerkrachten in de Kunstacademie Terbeuken. Tony Gijsselink geeft al jaren les slagwerk in de Kunstacademie. We leerden hem kennen in de eerste aflevering. En ook hij heeft een druk leven naast de academie. Voilà, schoon entree, hè. Tony heeft 10 jaar geleden de band The Rhythm Junks opgericht. En vanavond hebben ze een optreden in de Vooruit in Gent. Spieren wel losmaken en wat warm maken. Niks forceren, altijd rustig aan. Ik speelde als kind op alles wat te beslaan was, besloeg ik. Zo simpel was het. En ook met mijn hoofd tegen een muur. We hadden zo'n muur, een valse muur. En als je er tegen boekt met je hoofd, dan had het een diepe holle klank. Ik vond dat prachtig. Toen was ik 3 jaar. Tony mocht pas echt beginnen met muziek toen hij 19 was. Nadat hij afstudeerde aan het conservatorium in Gent, deed hij ervaring op bij tal van artiesten. En die ervaring deelt hij nu ook in de Kunstacademie in Lokeren. Dat kan vrij druk zijn. Zeker met de groep hier en het lesgeven. Maar ik doe dat graag. Maar ja, ik ben ook geen 3x7 meer, dus dat is niet. Ik moet al eens uitslapen. Hè. Tony mag dan wel het oudste lid zijn van de band, maar tijdens het optreden valt dit nooit op. If you think this is you're too old for rock and roll, you probably are. Wel, dat is totaal niet van toepassing op Tony. In de zin van, soms gaan we zo, zeg maar, in Berlijn in een club spelen en je moet dan om 1 uur 's nachts beginnen. En dan kondigen we dat zo voorzichtig aan, zo van Tony, het gaat wel moeilijk zijn. Wow, wanneer zijn we weg? Dus dat is wel tof. Samen met de Rhythm Junks bezorgt Tony de aanwezigen een fantastische avond. En dat is waar het allemaal om draait. De mensen gelukkig maken, dat kun je met muziek. Je maakt jezelf gelukkig, je maakt de mensen gelukkig. Als je dat kunt. Jezelf en anderen gelukkig maken, dat is ook het streefdoel van Ewout. Want samen met zijn broer Diederik en nog 2 anderen heeft Ewout de band Jamantau opgericht in 2012. Ze wonnen toen de muzikale talentenjacht De Lawijtstrijd in Sint-Niklaas. Ja, we proberen ons ook echt niet te beperken tot 1 genre. We doen gewoon ons ding. We maken gewoon muziek die uit ons eigen komt. En onze band is zo'n beetje product daarvan. We zijn gewoon allemaal zo wat gelijkgestemde zieltjes op elkaar gekropt in 1 kot. En ja, want dat is daaruit eigenlijk ontstaan. Dus ik mag echt van geluk spreken dat ik met zo'n fantastische muzikanten ook samenwerk. En dat ik ze ben tegengekomen en dat ik er goed mee overeenkom. Net zoals Tony wil Ewout ook graag afstuderen aan het conservatorium in Gent in de richting jazz en lichte muziek. Met dit nummer heeft hij onlangs een toegangsexamen gedaan. Maar of je ermee door zal zijn, dat is nog lang niet zeker.
Mijn stukken zochten dus supergoed, alles was perfect. En mijn toelatingsexamen was wel goed gegaan, maar ik kon het gewoon veel beter gedaan hebben. Het waren van die kleine dingen zoals, ik kon mijzelf niet goed horen en ik had de moeilijkste nummers gepakt, ik had het te snel gespeeld. En zo van die dingen, dus ik had het wel goed gedaan, maar ik kon het echt wel veel beter gedaan hebben. En het probleem is, zijn in de 10, 14 gitaristen die zich hebben ingeschreven, en het mogen maar 4 door. In de loop van de week ga ik een mailtje krijgen. En, ja, we gaan wel zien dan zeker. Ik hoop dat het in orde komt, want anders ga ik mij een keer serieus vragen moeten beginnen stellen. Ewout kan op elk moment een mail ontvangen met de resultaten van het toegangsexamen in het conservatorium. Benieuwd of zijn droom werkelijkheid wordt? Moet je zeker kijken naar de volgende aflevering van Villa Artistiek.